Yo mensen, Bassie heeft er wel Bassie stand en ik moet jullie echt enorm bedanken voor de support de laatste tijd. De video van eergisteren heeft in 10 uur 10.000 likes gehaald. Die video met Johnny, bizar voor woorden. En heel veel mensen zijn geabonneerd op mijn kanaal, omdat ik ook de mensen vroeg van yo, ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan even. En dat ga ik nu weer doen, want het bleek dat heel veel mensen niet eens door hadden dat ze niet op mij geabonneerd waren, terwijl ze wel mijn video's keken. Dus vergeet dat zeker niet even te checken. Dus als je nog niet op mij geabonneerd bent, doe dat dan even. We moeten zo snel mogelijk richting die 150k. Ik wil natuurlijk gewoon zoveel mogelijk uit mijn kanaal halen. En ik ben enorm aan het grinden. Ik heb de hele dag ben ik weg geweest. Ik ben fucking moe. Ik heb 4 uur geslapen. En het is nu 12:15 in de nacht. En ik ben naar mijn kantoor gegaan om deze intro voor jullie op te nemen. En de video te editen. Je hoort me niet janken. Maar jullie zijn de reden dat ik hier nu zit. Omdat ik gewoon zo blij ben met jullie support. Dat ik jullie ook niet in de steek wil laten. Dus check die dingen allemaal even. Vergeet niet te abonneren. Druk dat belletje in. En sowieso like deze video even. Want ja, we moeten sowieso echt weer richting die 10k likes gaan sowieso. Want we hebben weer een Icon SBC op mijn kanaal. Terwijl het licht achter mij uitvalt. Check ik jullie bij de video. Ik zeg veel plezier. Like deze video. En like deze video. We zijn er weer. De vorige video heb je kunnen zien dat we een Icon SBC hebben gedaan met Johnny. Twee video's daarvoor heb je gezien dat ik een Icon SBC heb gedaan met Wessel. De video daarvoor heb je gezien dat ik een Icon SBC heb gedaan met Johnny. Dus al met al kan je wel zeggen dat ik de koning Icon SBC ben. De pack Icon SBC koning. Nee, maar ja, ik kan er wat untradable hoge spelers in mijn club. Dus we hebben sowieso de hoogste squad al kunnen doen vanuit mijn club. We moeten dus nog die 3 andere squads doen. Jongens, ik wil die 150.000 abonnees halen. Abonneer nu op mijn kanaal. Maar bij 150.000 abonnees ga ik iets moois weggeven. Ik weet nog niet precies wat. Maar dat wordt echt wel een mooi iets. Dus zorg ervoor dat we daar zo snel mogelijk komen. Dus abonneer op mijn kanaal. Ook al kijk je soms mijn video's en ben je niet geabonneerd. Doe dat toch even. Ja, ik vind het gewoon veel te leuk om deze Icon SBC's te doen. Jullie vinden het blijkbaar leuk. Dus dan zie ik het probleem niet zo. We hebben hier de eerste squad. Die ga ik jullie nu laten zien. Daar zijn we weer! Ja, daar zijn we! Daar zijn we! Deze squad. 50 chemistry zoals het moest. Hier is Harry Maguire, mocht je je afvragen. Ze wil duur spelen. Nou, kijk of het zo doen, we hebben geen 50 meer. Hihihi. Dit is trouwens de player pick die ik voor mijn First Champions heb gekregen. ik weet niet of ik hem nou moet inleveren of niet. Want tuurlijk. Ze zeggen als je hem inlevert, of als je die hebt geclaimd en zo, dan krijg je er nieuwe voor terug. Maar ik weet niet als je hem inlevert of die dan weg is of niet. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat ik gewoon nog steeds 3 player picks krijg. Van mijn Elite Rewards. Als ik dat krijg, dan kan ik trouwens ook weer 11 van die Inform dingen erin gooien. Mochten ze niet te goed zijn. En dan kan ik weer een 86 plus ervoor terugkrijgen. Oké, jongens. We leveren hem in. Bim bam boom. 86 plus. Fut premium upgrade. Wat zit erin? 3. Oh, die mag niet aftellen. Bim bam boom. Alan heb ik al. Helemaal ja. We moeten even zeggen. La koeken. La koeken, lieve mensen. Yes, blij mee, jongens. Hutsie. Kan ik me inleveren voor de SBC's? Yo. We gaan deze inleveren en dan gaan we even dat pakketje openen met 2 spelers. Martial, ja, check weet de laatste. Weet je wat voor keer geluk was? Nou. Dit zijn overigens mijn rewards. Die bewaar ik denk ik tot Team of the Year. Wow. Een tradable megapack. Krijgen we een walkout? Dat is de vraag. Het begint goed. Dit is niet goed. Volgende jongens. Wat zit erin? Dit is goed. Dit is niet goed. Daar gaan we. Doe dan. Wat zit erin? Jawel. Zie je wel. Ja, dat is wel. Casillas. Wow, een Team Bamboom. Want met Team of the Year ga je natuurlijk niks openen. Oeh, dit is niet goed. 100k. Deze is wel tradable. Dus dan weten we sowieso dat Ronnie gaat komen. Easy, kom eens. Alcacer. Ai, check je later. Oh, dit is niet goed. Dit is niet goed. Ja, Lucas Vazquez. Goed, wij gaan de volgende selectie inleveren en dan zie ik je zo meteen terug. Doei. Oh nee, papi. Oké, jongens, dit is de tweede selectie die we in gaan leveren. Ik had Bouwman nog, die is untradable.
Ik had verder niemand. Ja, Immobile, untradable en Pizzi, untradable. Verder heb ik nog Berghuis, had ik nodig voor de rating. Die is een untradable in vorm. Dus ja, ik heb nog 33 andere in vorms. Dus wat dat betreft heb ik daar wel genoeg aan. Deze gaan we inleveren. En dan gaan we kijken wat er in het pakketje zit. En dan gaan we weer door naar de volgende. Wauw! Wee-hoo. Ik moet nou echt een keer voor mezelf ook een goede icon krijgen. Ik heb wel mijn Theo of zo. Orendo met zijn kruif. Dit is niet goed. Oh nee. Mandy. Ah. Oh Mandy. Dat is een Braziliaanse pack. Oké, tot zo meteen. Hoi. Oké, squad nummer 3. Deze heb ik rechtstreeks overgenomen van Futbin. Wee. Dus die heb ik volledig gekocht. Ik weet niet hoeveel meer in totaal gekost. Ik heb een beetje gesniped. Goed, dat is nummer 3. Gaan we kijken of we hier ook nog een leuke speler uit kunnen packen. Hey. Oké, jongens en meisjes. Woo. Deze hebben we ook weer van Futbin geplukt. Ik heb ze maar gewoon gehaald. Ik heb hem nu ingeleverd. En dan gaan wij zien. Daar is die. Gaan we weer. Gaan we weer. Wat gaan we doen? Ja, ik weet niet. We hebben wel heel veel vaak in de club gezocht nu weer. Vind je dat leuk? Of? Ik vind het wel spannend. Oké. Nou, dan gaan wij zo meteen de icon openen zonder te kijken. Dan zeggen wij wel wanneer jullie ook kunnen kijken. Als jullie zelf ook mee willen genieten. Eerst doen we even die twee spelen pack. Moet ik wel een goede uitkiezen. Zo. Oh. Skip. Oké. Okay. Jongens en meisjes. Vergeet alsjeblieft dat duimpje omhoog niet. Draai even je beeldscherm zo. Van zo naar zo. En druk even op die like. Koek koek. Oké. Okay. Hij staat er al toch? Ja, oké. Okay. Druk hem nu in. Wat zit erin? Het is een walkout wissel. Oh. Oh. Ik weet niet wanneer die animatie hier. Maar wacht toch wel even. Je moet sowieso doorklikken toch? Ja. Ik denk dat het nu al kan. Nu kan ik hem doorklikken? Tuurlijk. Maar wat als ik hem dubbel heb dan? Ja, dan zien we dat heel snel. Dan zien we dat heel snel zo meteen. Oké, okay. Ik ga nu op X klikken. En dan R2. En dan ga ik nu. Joker R2. R2. Ik heb hem R2 gedaan. Kan jij of? Ja, hij is weg. Oké, okay, Denemarken. Zoek. Die penny! Liedmanen! Finland. Woe! Japan. Oekraïne en Ierland. Ierland. Oeh. Zweden. Oeh. Wales. Oeh. Belarus. What? Rusland. Oh. Noord-Ierland. Oekraïne. Oeh. Schotland. Nee. Mexico. Mexico. Komt-ie. Oeh. Hachi. Oeh. Ja, je bent er nog. Roemenië. Ja. Ik heb echt het gevoel dat dit geen Engels is. Bulgarije of Ivorcus zou niet slecht zijn. Nee. Bulgarije. Ivorcus. Oeh. Portugal denk ik dan. Nee, dat is even Nee. Oké, okay, gaan we nu naar de toplanden. Argentinië. De glitch. Schotland. Oh, ik ben er weg kwijt. Italië! Oh shit. Welke icons heb ik al? Ik heb al Franse icons. Ja, Duits. Heb ik ook al. Oké, Frankrijk heb ik dus al en Duits heb ik ook al. Ja. Ik heb drie... Kortsluiting. Twee Duitsers. Ja, Lehmann en Matthäus. Ja. En Frans heb ik blank. Dat is ook Duits, want wat is nog goede Duitser dan? Geen één. Oh, geen close, alsjeblieft. Die is 140k. Nee. Welke slechte Duitsers kunnen het zijn? Klozen. Ja, dat zit denk ik. En de volgende zou dan zijn. Oh. Ja, alleen Klozen.
Oh, Ballack. Ja, die is 426k. Ja, die nog. Oké, okay, ja. Ballack, close. Die kan ik dan even wegdoen in de plaats van Viera. Duitsland. Het is wel echt een tank die je niet kan draaien. Oh, komt die? Oh. Nee. 18 hier niet. Hebben we Italië al gehad? Oh. Nederland, ik kan ook nog hele slechte zijn. Ik zal Doe maar Nederland nu. Oh. Engels kan ook nog heel slecht zijn, want het is van Nederlands. Het is ook een top. Ik hoop niet, kijk, het is nu of iets heel goed, ja, of iets heel slecht. Heel veel slecht, ja, het kan niet meer echt ertussenin. Oh, ik ga weer niet naar die toplanden. Terwijl ik er al was, ga ik alsnog gewoon heen. Oké. Okay. Nederland. Heb je al een Nederlandse icon? Kluivert. Ja, Kloevoet. Kluivert heb ik al, dus we krijgen sowieso... Als er twee staan, hebben we dus een nieuwe. Ja, okay. Vorig hadden we dus ook kort staan. Nee, die had je al. Oh. Je beurt het. Ik had heel even gewoon... Ik zag al CM en die jagen, toen dacht ik al... Ik had heel even gewoon deze. Maar omdat ik tegen mezelf, omdat ik zei van als er twee zijn... Ja. Oh, nee. Shit, man. Dit is een mentale, is dit. Doe Spanje. Spanje is ook niet best. Oh, Guardiola. Kan dat zijn. Ja, oh, nee. Carlos Puyol. Carlos. Spanje. Oeh. Holy shit. Wie kan nog zijn? Engeland, ja. Engeland of, Frankrijk of Portugal. Ik zou gewoon Portugal nu doen. Dat is dan een slechte, zo, Brazilië. Ja. Het zou Portugal gewoon doen. Portugal, jongens. Oh, het zou kunnen. Het zou kunnen. Maar ja, er zijn zoveel Portugezen. Dikke ook kan. Ja, 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 daarom. Portugal. Ik ga nu wel aftellen, ja? 3, 2, 1. Brazilië. Brazilië. Heb ik al Braziliaanse? Komt-ie. Boom. Jezus. Frankrijk. Ja. Moet er wel zijn dan. Maar het is geen... Ja, dat is al niet leuk Frankrijk meer. Frankrijk of Engeland. Ja, maar als hij in Frankrijk zit, is het geen goeie. Zidane misschien. Ik heb al een Franse. Ja, toch? Je hebt Vieira. En Blanc. En Blanc, dus... Oh ja, die kunnen dus ook... Maar ja, Vieira is een mid, hè? Oh, dus dan kan ze een baby nog zijn. Ja, dat denk ik wel. Oh, natuurlijk. En Blanc ook. En die is dan... Die is Ken. Die is best wel goed, hoor. Frankrijk. Très. De. Boom! Ik zal alleen spelen. En je had wel dat is baby Vieira. Dat is letterlijk. Oh ja, dat is letterlijk de enige alleen speler die ik in mijn hele club heb. Ja. Oh, ik zat te kijken. Ik denk nee toch. Ja, dat is een Engelse. En daar ben ik te bang voor. Brazilië hebben we nog niet gehad, hè? Jawel. Oh ja, dan is het een Engelse. Ja, het is een Engelse. Nou, ja. Bonne chance. Wat? Barnes. Dit meestal is iets slecht nieuw. Wat? Dan kun ik... Oh mijn god, nee toch. Dit kan alleen lekker... Rio! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rio, maar ik zei het toch, Rio van tevoren. Rio of Campbell. Gerard kan nog, maar dat zijn 3 van de 11. Ja, we moeten het doen. Het kan bijna niet anders. Heb ik al een Engels icon? Nee. Nou, oh, voor nog een keer. Ik ben er bang voor. Komt ie. 3, 2, 1. Oh. Ah, goed. 448k. Prima te doen. Ja, ik kan hem in plaats van Blanc of Virgil zetten. Ja. Ja. Ja, wat moet ik anders mee doen dan? Opeten. Oké, okay, nou dit is nummer 2 van 11 van de Engelse icons. Oké, okay, hier ben ik niet ontevreden mee. 448k op het moment dat we kijken. Dit is zeker niet slecht. Oké, okay. Jongens, dit was de 523ste icons misschien. Ja. Ik heb bijna een full icon team. Als je nou wilt dat ik met een full icon team ga spelen, drop dan even een like. Minimaal 5000 likes. En vergeet echt even niet te abonneren. Want het zou mooi zijn als we zo snel mogelijk op die 150.000 komen. En als je dat niet doet, dan word je geshankt door Westerlini. Dus pas op wat er gebeurt. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Ciao. Ciao.